Leuk dat je kijkt naar deze video. En vandaag ga ik 5 vrijheidsdressuuroefeningen met de benen van het paard met jou doornemen. Dus ben jij benieuwd welke 5 oefeningen we mee aan de gang gaan? Dan zeker blijf kijken. Zoals ik al zei, we gaan aan de gang met 5 vrijheidsdressuuroefeningen die je met de benen van het paard doet. En er zijn er eigenlijk wel meer. Als je echt gaat kijken, zijn er heel veel oefeningen met de benen van het paard. Maar ik heb er 5 uitgekozen die ik gewoon leuk vind. En het zijn eigenlijk ook allemaal oefeningen waar ik het woord voetje als commando gebruik. Om je te laten zien dat het commando, dus maar een heel klein deel, het woord commando, maar een heel klein deel is van het uiteindelijke commando wat je paard krijgt, waardoor hij snapt wat de bedoeling is. De eerste oefening die met de benen is, dat is natuurlijk de jambette. Die is natuurlijk heel vanzelfsprekend. En ook wat, nou, voetje. Maar het voornaamste is, ik raak het been aan, bovenaan, op, ja, eigenlijk op bovenarm. Voetje, voetje, dat is knap. Knap paard. Dan zie je dat hij bloedfanatiek zijn best doet. Maar je ziet dus dat ik hem aanraak. Ik sta schuin voor hem. Ik sta er ook niet recht voor. Kijk, dat zou nu wel kunnen, want ik weet precies waar zijn voet uitkomt. Dus ik kan best ook hier gaan staan. Maar ja, als ik hier te dichtbij sta, of hij zet een stapje naar voren, dan heb je de kans dat je me raakt. Door eigenlijk altijd een beetje opzij te gaan staan, gaat het been langs mij heen. Kijk, deze ook. Zie je? Dan sta ik eigenlijk altijd veilig. Heel belangrijk als je de jambette gaat vragen aan je paard. Want het is toch heel vervelend als jij begint te kermen van de pijn. In plaats van dat je zegt, oh knap, dat is knap van jou. Goed hoor. Oefening nummer 2 waarmee aan de gang gaan is de spagaat. Dat is ook natuurlijk weer met benen. En zelfs beter gespecificeerd met voorbenen. Ik leer het mensen tegenwoordig vaak dat je hier staat en dan de voorbenen vraagt. Mijn eigen paarden heb ik het nog vanuit deze positie geleerd. Van al deze oefeningen zijn ook video's gemaakt. Kom maar, voetje. Voetje, deze voet. Ja? Nee, dat hoeft nog niet, dat hoeft nog niet, dat hoeft nog niet. Ja, ook heel knap. Het ging alleen nog maar om de spagaat. Ja, je bent heel knap. Je bent heel knap. Goed zo, daar wilde ik je hebben. Heel knap van jou. Nou, je snapt al, de spagaat is de voorloper. Voor de buiging, die liet hij al zien. Kom maar, doe maar buigen. Buigen. Heel goed, beetje dieper. Ja, knap. Je ziet ook dat hij dus nu zelf ruimte maakt voor zijn lijf door een been naar achter te zetten. En natuurlijk voor het compliment. En dat is natuurlijk ook weer een oefening met voeten. Maar niet eens een oefening die ik vandaag mee wilde nemen. Heel goed. Ja, knap van jou. Maar ook dat is een voetenoefening. En dat is wel wat ik zei. Eigenlijk zie je dat uiteindelijk heel veel oefeningen, grote oefeningen zeker, te maken hebben met voeten. De derde oefening die ik voor vandaag bedacht heb, is een blok. Kom je? Nummertje 3. Kom maar. Heel knap van jou. Dat doe je knap. Goed zo. Ja, zie je dat je dat gewoon kan? Ja, dat kan je gewoon. Het leuke van het blok, dat is dat je de oefeningen mee kan combineren. Dus je kan bijvoorbeeld kiezen voor flamen of voor kusje. Kom. Maar je kan bijvoorbeeld ook de jambette weer op het blok. Goed zo. En dan ziet hij er altijd nog indrukwekkender uit. Als het paard al omhoog gaat en de jambette komt dan dus nog hoger. Het is ook makkelijker voor je paard om zijn voet dan nog wat hoger op te tillen. Dus je ziet vaak dat de jambette eigenlijk op het blok ook meteen nog een heel stuk verbetert. Dat hij nog hoger kan. Nou, vader vindt het allemaal een beetje spannend op het blok. Nou, goed zo. Zet maar neer. Heel knap. Zullen we deze voet een keer doen? Dat kan niet, hè? Nee, want dat is de steunvoet. Heel veel paarden doen hem dus nog een stukje hoger. Want dat vaderblok stiekem eigenlijk nog steeds een beetje spannend vindt. En hij wiebelt nu natuurlijk ook een beetje. Omdat hij op een niet hele stabiele ondergrond staat. En helemaal niet zoveel dat het echt heel heftig is hoor. Maar hij vindt toch dat hij eigenlijk niet helemaal goed en helemaal stabiel staat. Ja, oh jongen toch. Dus hij, ja. Je ziet hem nu ook heel erg briesen en kauwen en likken. En, dus het was echt een enorm spannende ervaring voor hem. Hij doet dat blok pas 10 jaar of zo. Maar ja, het is natuurlijk een andere setting. Want we staan buiten de wei. Ook heel raar.
En dan dus op een niet helemaal 100% stabiele. Kijk, aan jouke, die zou daar geen twee tellen over nadenken. Vado dus wel. Die denkt daar eigenlijk iets te veel over na. Hé, man? Ja, jongen toch. Maar het blok hebben jullie gezien. Dat is dus de derde oefening die we kunnen doen met de voeten van het paard. De vierde oefening die we kunnen doen met voeten van het paard. Kom maar. Dat is heel fijn. Ja, dat is heel fijn. Dat is dansen. Kom eens. Jij moet even een kwartslagje draaien. Even draaien. Heel goed. Even nog een stapje. Ja, zachtjes. Kan je even een stukje dansen? Ja, knap. Goed zo. Ja, doe maar mee, hè. En vader vindt deze oefening ook zo ontzettend leuk. Hé, vent. Knap, hoor. Hier gebruik ik overigens geen voetje. Bij deze oefening gebruik ik eigenlijk meestal niks of ik zeg over. En over heb ik een beetje overgenomen van een klantje van mij, want die zegt ook altijd over. En dat klinkt eigenlijk wel leuk, dus ja, sindsdien gebruik ik ook wel de over. Maar eigenlijk pak ik deze volledig op lichaamstaal. Dat ik echt gewoon zeg, nou, ik kruis. En als mijn paard oplet, dan doet hij mee. Als hij niet oplet, dan doet hij niet mee. Goed zo. Ja, knap voor jou. Je ziet aan Vado, even opletten, hoe leuk dat hij hem vindt. Daarom doen we hem eigenlijk met hem ook niet zo heel vaak. Eigenlijk ook een beetje te weinig, hè? Want dan is het eigenlijk ook niet eerlijk dat ik nu verwacht dat je hem gewoon maar even doet. Daar heb je ook wel een punt. Nou, de vijfde oefening, dus alweer de laatste oefening die ik had bedacht, die we met benen doen, dat is natuurlijk de Spaanse pas. De Spaanse pas hebben we natuurlijk iets meer speelveld nodig. Maar niet heel veel. En de Spaanse pas eigenlijk niet anders dan een jambet. Maar dan lopend. Goed. Goed zo. Knap voor jou. Nou, je ziet, die doet hij weer heel makkelijk. Die doet hij graag. Spaanse pas ziet er op deze manier natuurlijk relatief eenvoudig uit. Maar dat is wel echt een gevorderde oefening. Waar je behoorlijk wat verschillende dingen voor elkaar moet krijgen. En ja, weet je, zal ik jullie nog een bonus geven. Een nummer zesje. Die ook met benen is. Als ik dan toch Vado heb. Daar zeg ik ook geen voetje bij. Dat is natuurlijk deze. Goed zo, man. Het stijgen. Ook dat is een oefening die overduidelijk gaat over voeten. Want in dat geval, in het ene geval bij een jambet, wil je maar één voet omhoog hebben. Kijk, wat is maar één voet. In het andere geval, bij het stijgen, wil je twee voeten tegelijkertijd omhoog hebben. Goed zo. En dat is dan ook echt wel de laatste oefening die ik jullie vandaag laat zien in oefeningen die je doet met benen. Het is eigenlijk een stukje bewustwording wat ik je hierbij wil meegeven. Goh, hoeveel doen we eigenlijk in de vrijstelsuur met de benen van het paard? Want al die oefeningen hebben dus iets met benen te maken. En iedere oefening, daar wil je iets anders zien. Dus voor je paard moet hij al die verschillende commando's en al die verschillende bewegingen en houdingen uit elkaar zien te houden. En dat is natuurlijk eigenlijk helemaal geen sinecure. Dat is helemaal niet heel eenvoudig. Dat is voor je paard af en toe ook best wel eens lastig. Dus don't judge too hard als je een keer iets anders doet dan wat jij had gevraagd. Want als jij een Spaans pas vraagt en hij doet de jambet heel overtuigd van zichzelf, het is helemaal niet gek dat hij zich dus vergist. Dat mag. Maar ja, dat is eigenlijk het voornaamste wat ik je wil meegeven. En gewoon een idee geven van wat er eigenlijk allemaal mogelijk is binnen de vrijheidsdressuur. Want er is superveel leuks mogelijk. En ik hoop dat je het een leuke en een toffe video vond. En als je dat vond, vergeet dan niet. Doe even een duimpje omhoog. Als je het niet hebt gedaan, dan zeker abonneren op het kanaal. En als je hiermee aan de gang wil, zoals ik al zei, er zijn allemaal video's gemaakt. Die zal ik hieronder ook in de beschrijving zetten van al deze oefeningen. Alleen de bonus nummertje 6, daar is nog geen video van. Ik weet ook niet of die gaat komen. Want ik vind dat wel tricky om dat zo op internet te gooien, hoe je daarmee aan de gang gaat. Omdat heel veel mensen dan alleen die video kijken en niet alle voorbereidende video's die daaraan vooraf gaan. Van alle andere oefeningen zijn er dus al video's online. Die kan je gewoon kijken en dan kan je hier zelf ook mee aan de gang. En ik kan je hier natuurlijk bij helpen. Kijk daarvoor ook zeker even op mijn website. En ook die staat hieronder gelinkt. En dan zou ik zeggen dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei! Ja, een kusje. Ja.
dan. Goed zo.